Un qu'il est positif, ça c'est très bien, hein, mais voilà, il faut voir, il est sorti aujourd'hui pour la première fois, individuellement, il a couru un peu, donc on va voir, il reste un entraînement demain encore, mais moi je ne crois pas vraiment au miracle, mais on verra, on verra. Op het moment wat kleine lastjes. Theo heeft gisteren een stamp op training gepakt, waardoor hij heeft moeten stoppen. Hij heeft vandaag dan gecontroleerd meegetraind, maar ik verwacht niet echt dat daar problemen gaan zijn. Massimo heeft de eerste dagen van de week nog niet meegetraind, nu wel. En dat is zo wat. Nazar heeft grote stukken, heeft zelfs een volledige training meegedaan. Dinsdag met heel de groep, maar het is ook nog te vroeg om het eigenlijk bij de selectie te pakken, maar dat ziet er gunstig uit, dus we zijn nu volop aan het opdrijven met Najar om hem ook conditioneel beter te krijgen nog, maar het weekend is te vroeg en woensdag wellicht ook en misschien zelfs zaterdag, we zullen zien. Dus het is moeilijk ook met de beloften, omdat maandag is er een beloftematch, maar het is beker, dus hij mag niet meedoen, hij is te oud. Dus dat is spijtig en we kunnen geen andere oefenmatchen plannen, want we hebben geen volk genoeg. Dus ik zou met de staf moeten spelen en met Najar erbij, maar dat komt niet goed, denk ik. En in hoeverre is Olivier de Schacht klaar om te starten in dit weekend? Ik denk dat Olivier is ziek geweest ook in het begin, maar nu is hij terug, heeft hij terug alles kunnen meedoen met de groep. En ja, ik denk dat hij wel nog wat scherpte kan gebruiken, denk ik. Nog wel wat extra kan gebruiken, maar het is niet zo dat hij niet inzetbaar is, denk ik. Dus wat dat betreft heeft zijn ervaring mee natuurlijk. Dus daarmee kun je ook al wel een beetje compenseren en we zien wel. Is zijn ervaring net belangrijk voor zo'n wedstrijd? Nou, ervaring is altijd een pluspunt. Hè. Als je ervaring hebt, dan kun je terugvallen op dingen die je hebt meegemaakt en dat is altijd een meerwaarde. Aan de andere kant, moest het alleen maar ervaring zijn, zou dat betekenen dat je nooit geen jonge speler meer kunt zetten ook, hè. Dus je hebt in voetbal veel dingen die belangrijk zijn, maar bij hem is die ervaring uiteraard een belangrijk element. En je zegt, ik geloof niet echt in mirakels, wat betreft Jules Feinstein, maar Club Brugge kloppen, zondag, zou dat een mirakel zijn? Nee, ik vind nog geen mirakel. Barcelona ligt ook uit de Champions League na 4-1 gewonnen te hebben. Dus alles kan, in voetbal kan alles. Hè. Gisteren lag Real Madrid er bijna uit met 0-3 te gaan winnen in Juventus. Dus, ik heb het al gezegd, voetbal is de sport waar de meest onmogelijke dingen gebeuren. Er is geen ene andere sport denk ik waar dat kan. Dus wat dat betreft catalogeer ik die wedstrijd toch niet onder de mirakels, moet ik zeggen. C'est le match clé de ce non. Ben non, il reste 8 matchs, donc si tu gagnes ce match-là et tu perds 4 matchs suivants, ça ne sert à rien. Hein, donc. Dans les playoffs, il est question d'être présent pendant 10 matchs, de prendre beaucoup de points pendant 10 matchs. Donc un match, pour nous, c'est tous des matchs de clé. Hein. Demain, c'est un match clé, après-demain ou mercredi, mais on ne va pas... Ça ne sert à rien de vraiment focaliser sur ce match-là en disant voilà, ça c'est le match à gagner et puis perdre deux matchs de suite. Alors tu as gagné, tu l'as perdu de nouveau. Donc c'est important, c'est un match important comme tous les matchs. Comme le match à Charleroi était très important, mais comme le match contre Gand était très important aussi. Eind van die wedstrijd kunnen winnen, hoeveel procent stijgen dan de titelkansen? Ik spreek er niet over. Titelkansen, we hebben. We hebben gezegd wat de situatie was. We hebben voor aanvang van de play-offs gezegd dat we 7 punten moesten inhalen, wat dat heel veel was. Ik heb toen ook gezegd van, je kan eventueel dichter komen, maar het is over 10 matchen dat je moet die barrage overwinnen. En uiteindelijk, dat zou betekenen, de club heeft dan op Gent en op Anderlecht gespeeld. Dan moeten ze nog thuis tegen Gent, thuis tegen Anderlecht. Dus hebben ze 2 keer op verplaatsing gespeeld. Wij hebben al 2 keer thuis gespeeld. Dus dat zou sowieso nog niks betekenen voor mij. Maar oké, misschien als je wint, maak je de koploper een beetje nerveus.
nerveuzer misschien. Ja, de druk meer bij de koploper dan bij jullie? Pff, druk, ja, ik denk dat er overal druk ligt. Hè. Ik denk dat de druk bij hen ligt, druk bij ons. Als je play-off 1 speelt, als je voetbal speelt al op het hoogste niveau, dan heb je iedere keer druk. Iedere dag, iedere week. Dus dit nu niet meer dan anders. Maar ik denk niet dat zij meer druk gaan ervaren dan ons. Ik heb daar. Ik heb er uiteindelijk nog niet over gesproken. Ik heb de match een keer bekeken en ik vond dat Brugge in de eerste helft meer balbezit had. Dat wij goed georganiseerd stonden, dat we heel weinig weggaven uiteindelijk. Dat we na 35 minuten een ongelooflijke reuzenkans krijgen om 0-1 voor te komen. En dat we ons dan eigenlijk laten vangen in twee acties in blessuretijd. De tweede actie al na de blessuretijd eigenlijk ook. En dan tweede helft, twee penalties. Oké, ik heb er toen niks over gezegd. Als je ze terug ziet, zit er toch zeker één intussen waarvan hij zegt. Plus die andere goal een buitenspel. Dus ja, dan pak je 5 goals. Tweede helft was het duidelijk dat je, als je met 2-0 de rust ingaat, dat het heel moeilijk ging worden. En als Brugge dan een strafschop maakt, 3-0, dan is die match gespeeld. Dus... Voor de rest denk ik dat we ook terugkijken naar de eerste match die we gespeeld hebben tegen hem thuis. Waar wij in de eerste helft 2 kansen weggeven aan de club. Waar zij hadden kunnen scoren, maar wij dan voor de rest heel de wedstrijd de beste ploeg waren. Een geldig doelpunt afgekeurd zagen van Harbaoui. En op het eind van de match nog 3-4 mogelijkheden hebben eigenlijk om die match winnend af te sluiten. Dus... Ja, ik denk achteraf gezien hadden wij daar 3 punten moeten pakken. Hadden zij de 3 punten thuis moeten pakken. Hadden we alle 2 3 punten gehad. En nu is het 4-1 geweest. Dus ja, we weten dat we in Brugge... Dat was niet goed. Of niet goed genoeg. Maar we weten ook dat thuis wel beter was. Dus, maar ik denk dat die wedstrijden in C geen rol meer spelen. Dat is al te ver in het verleden. Als ik zie dat mijn ploeg, er zitten de helft niet meer mee hè, van die mannen die die matchen hebben gespeeld. Dus ik denk dat er gewoon 6 man niet bij zijn zelfs, denk ik. Dus dat is een groot verschil, hè. En ik begrijp dat je de druk een beetje afhoudt, maar als jullie... Ik heb de druk niet afgehouden. Ik heb dus juist gezegd dat er evenveel druk is bij ons als bij Brugge. Dus ik hou geen druk af. Ik kan niet ontkennen dat dit wel een sleutelwedstrijd is. Met zijn Amos. En denk je dat in Charleroi geen sleutelwedstrijd was vorige week? Als wij verliezen in Charleroi, dan staan we daar. Hè. Dan staan wij dus. Waarom zou dit nu meer dan vorige week? Voor ons is het allemaal zo. Wat is u? Nee, ik kom op 3 punten als we winnen. Kom op 3 punten, maar dus, nog belangrijker, als zij komen binnen bij jullie, dan is dat voor het eerst in het nieuwe jaar? Ik weet het niet, joh. 20. Voilà, 20 jaar. Ja, en dan? En dan? Ja, wat zou Club Brugge nu na 20 jaar wel eens kunnen doen op Anderlecht? Ik denk dat Club Brugge al 20 jaar probeert te winnen op Anderlecht. Dus ze hebben al van alles geprobeerd, denk ik. Hè. Dus waarom zou ik nu moeten bezig zijn? Dat ze nu... Ja, dat proberen ze altijd. Dus wij moeten gewoon zorgen dat wij thuis goed genoeg zijn. Dat we zelf goed genoeg zijn. Dat we proberen van die match zelf te winnen. Hè. Ik spreek niet van gelijke spelen. Wij moeten proberen van die match te winnen zoals we altijd proberen. Dus, maar oké, dan zoals ik ook tegen Gent gezegd heb, gaan we top moeten zijn. Tegen Gent waren we niet slecht, hebben we ook onze kansen gehad. Hadden we een penalty moeten krijgen. Steken we een makkelijke bal op de paal. Dus ja, voilà, efficiëntie. In Charleroi krijgen we ook 4-5 grote kansen. Gelukkig was het niet nodig om ze alle 4 om te zetten. Maar... Ja, we gaan tegen Brugge efficiënt. Ik denk dat Brugge goed bezig is. Hè? Ook al verliezen op Gent. Ik denk dat ze nog nooit in de laatste jaren zo dominant geweest zijn in een helft als nu. Brugge was tweede helft gewoon toonaangevend. Allee, toch als ze 11 tegen 11 stonden. Hè? Maar vorig jaar hebben ze ons 10 tegen 11 gezet. Terwijl dat omgekeerd had moeten zijn. Maar... Voilà, dat is de situatie. Ik vind ze heel goed bezig. Ik vind dat ze heel goed werk leveren. Ik vind dat ze een fantastisch jaar gedaan hebben. Dus, maar ze hebben ook heel vaak ontsnapt. Hè. Op het einde, Limbombe was er nu niet bij tegen Gent. Ik denk dat hij er nu terug gaat bij zijn. Hij heeft er al heel dikwijls over de streep getrokken. Ik had liever gehad dat hij nog een weekje langer
individueel moest werken. Dat is... Doelman is er niet bij. Ja, ze hebben er al 5 gezet, dus... Wij hebben andere problemen, denk ik, met onze keepers. Hè. Dus zij hebben al 5 eerste keepers gehad, dus wat dat betreft, denk ik, is er geen probleem bij Brugge. Ze hebben keepers genoeg. En nu kan Pieter Gerkens, die ik aan het werk, dat je 40% chance de gagner, c'est 40% pour donc à l'avantage de Brugge. Vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? C'est l'opinion d'un joueur, moi je dois pas être d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, et voilà. Si Pieter dit ça, c'est qu'il est conscient de la difficulté de la tâche, donc c'est bien. Dat ga ik achter na de match weten te zeggen. Hè. Ik weet het niet, we zullen zien als hij de wedstrijd gespeeld heeft. Dat weet ik ook niet, we zullen zien. Ik heb nog een training morgen, dus... Denk niet dat je daar in ploeg zult komen. Wat is er? Denk niet dat je morgen met je type ploeg zult trainen. Nee, waarom niet? Ze ga hier ook zijn. Dat is voor de supporters, hè, normaal, die overtraining. Dus, je bent ook supporter. Oh, dat is goed. Hè. Nee, je kunt nooit positieve selectieproblemen hebben, vind ik. Ik ben hier wel voor positieve input gezorgd. Hè. En daarom ben ik blij dat hij nu bij zijn eerste titularisatie echt wel een heel degelijke prestatie heeft afgeleverd. Dus dat betekent dat we offensief weer een extra belangrijke speler bijwinnen. En daar ben ik uiteraard verheugd over. Dus dat geeft ons meer armslag, meer mogelijkheden. Maar dat creëert geen problemen. Ik heb alleen maar problemen als ik volk tekort kom. Dan heb je problemen omdat je dat moet beginnen toveren bij manier van spreken. Maar ik heb graag dat er goede spelers te veel zijn. Hey, waar ligt volgens jou de sleutel in de match te? Dat zal ik jou nu niet vertellen. Zo zal het zijn ook. Dus, er zijn wel sleutels, maar... Je moet ze weten te vinden en je moet ze dan ook nog een keer kunnen gebruiken natuurlijk. Hè. Je kunt een hele bos sleutels hebben, maar je niet weet dat als je ze in het sleutelgat moet steken, dan is het... Dan heeft het niet veel zin dat je een hele bos sleutels hebt. Dus wij proberen mogelijkheden aan te bieden, wij proberen opties aan te bieden, wij proberen dingen te analyseren, maar dat doet mijn collega Leko evenzeer en even goed. Dus hij gaat ook met sleutels komen om die match te winnen, maar... Trainers proberen van alles en werken daarop ook. En soms lukt dat een keer op het veld en soms lukt dat minder. En oké, dan worden trainers daar soms op afgerekend, terwijl dat uiteindelijk op het veld de spelers zijn die het uiteindelijk moeten waarmaken. En daarom zijn wij altijd heel blij als de spelers dat doen. Dan is dat ook tegelijkertijd een pluspunt voor de coach. Hè? Want als ze dat niet doen en je verliest, ja, dan heeft ook de coach niet gescoord uiteindelijk. Dus. Maar ik denk dat in zo'n wedstrijden, zoals ik zeg, efficiëntie, details, het verschil zullen maken wellicht. Je hebt déjà un peu dit en néerlandais que tu as l'air de français. C'est le bon moment pour faire douter, Bruges? Je ne sais pas s'ils vont douter. Je ne crois pas qu'ils doutent maintenant, parce que tout le monde a dit qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Vu qu'à Gand, ils ont probablement joué la meilleure mi-temps qu'ils ont jamais joué à Gand, en deuxième mi-temps. Je crois que Bruges n'a jamais été aussi dominant 11 contre 11 à Gand que la semaine passée. Ils auraient dû, je crois, toujours égaliser, même si naturellement Gand avait été plus efficace au début. Ça aurait pu être 2-0 au début. 3-0, ok, Bruges aussi a eu deux grandes occasions en première mi-temps. Donc. Mais je trouve que Bruges a fait un bon match, donc je ne crois pas qu'il doute pour le moment. Mais on ne sait jamais s'il devait perdre ce match-ci. Peut-être là que ça commence à jouer un rôle dans la tête. Mais on ne peut naturellement pas oublier qu'ils ont alors joué déjà à Gand et à Anderlecht. Mais voilà, tu ne sais jamais. Hein, si tu vois l'avance diminuer jusqu'à 3 points sur nous et sur Gand, possiblement aussi... Là, peut-être on deviendrait un peu plus nerveux, c'est possible. Et ça pourrait peut-être jouer un rôle dans les matchs à venir, mais voilà, on n'est pas encore là. Hein. Pour nous, ce sera quand même pas évident de battre une équipe aussi forte comme Bruges. Je
Kan hij dat doen, denk ik? Ik denk dat hij dat heeft. Hè. Ik denk dat iedereen daar bij ons ook van overtuigd is dat hij iets meer heeft dan anderen. Hè. Hij is heel explosief, heel snel. Onverwachte bewegingen, onverwachte afwerking. Dus ik denk dat hij dat wel heeft. Dus dat is goed voor ons. Dat is een van de zeldzame spelers bij ons die dat hebben. Dus daarom ben ik ook tevreden dat hij nu eindelijk ook fysiek inzetbaar is. En heeft dat nu ook bewezen dat hij kan werken, blijven werken. Heeft dat nu 90 minuten gedaan zelfs tegen Charleroi, wat ik eigenlijk helemaal niet had verwacht. Dus dat spreekt in zijn voordeel, als hij dat kan opbrengen. En nu, de signaal die we op training kregen, naarmate de trainingen vorderden, de weken vorderden, waren alsmaar positiever. Hè. Hij hield het goed vol, lange trainingen, bleef hij ook gaan, gefocust zijn. En dat is een hele positieve zaak. En wat vindt u van de prestaties van Josué Issa? En vindt u ook dat Dan Deve, Mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs pour le moment. Hein. Il y a Najar qui n'est pas là, il y a Sowa qui n'est pas là, il y a Apia qui n'est pas là, il y a Kara qui n'est pas là, il y a Spice qui n'est pas là. Donc ça fait beaucoup de défenseurs qui ne sont pas là. À ce moment-là, il vous reste 4 défenseurs, ouais, 5 défenseurs. Donc il faut compter sur tout le monde. Et si nécessaire, on va mettre chacun d'eux. Tous, ils ont leur qualité, tous, ils ont leur point de travail encore. Je crois que Spice était peut-être moins heureux contre Spice. Ça, moins heureux contre Gand, mais je crois qu'à Charleroi, il a quand même, il est bien rentré, il a joué son match. Dante est bien rentré pour la première fois aussi, sur une position qu'il n'était pas vraiment habitué de faire, mais il sait le faire. Et vu l'absence de beaucoup de joueurs, mes défenseurs, ils doivent être prêt à jouer d'autres positions. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois dans l'axe. Léandre, qu'on met en défense. Ça, c'est tout, vu les circonstances. Donc, on est dans cette situation-là. On n'a pas pris de défenseur en hiver. La raison, tout le monde le connaît. Donc voilà, on continue avec les gens qui sont là. Et c'est à eux de montrer chaque semaine de nouveau qui sont prêts pour jouer à ce niveau-là. Voilà. Même si pour les jeunes, pour le moment, c'est quand même des matchs assez importants. Et voilà. Mais quand tu vois Salamakers, par exemple, comment lui, il gère tout ça, ça montre un peu les qualités d'un joueur, les qualités mentales aussi d'un joueur. Hein. Si tu es capable de faire le pas en haut, si tu es capable de devenir un joueur qui sait jouer des matchs sous pression, hein, des matchs très importants, parce qu'ici on parle des matchs en Belgique, en Anderlecht, dans le futur, on parlera aussi des matchs en Europe qui sont très importants. Donc je crois que Salamakers est en train de marquer des points avec ces deux prestations qu'il a fait. Yeah. Mm-hmm. Wij weten dat, hè. Alleen wij zijn daar niet zo goed in. Hè. Als ik dan extra time zie, ja, dan gaat men een filmpje maken over Theo, waar er eigenlijk 3 gewone schouder-schouder duels in zitten, waar er eigenlijk niks aan is. En dan zegt men dat hij de wedstrijd niet had mogen beëindigen. Maar over de leepheid en degene die eigenlijk in het geniep dingen doen, zoeken, uitlokken, ja, daar worden geen filmpjes over gemaakt. Hè. Iemand die het open en bloot doet, bij manier van spreken, die wordt dan geviseerd op de een of andere manier. Ik begrijp niet goed waarom men dat doet, hè, in zo'n programma, waarom men eigenlijk een speler gaat, dat men spreekt over die overtreding, die duwfout dat hij daar doet. Oké, daar krijgt hij terecht geel voor. Hè. Maar voor de rest vind ik dat men niet moet gaan hameren op Theo, want eigenlijk, men heeft 5 beelden getoond en er waren er 3 waar er volgens mij gewoon niets aan was. Hè. Dus schouderduw, oké. Okay. Is hij te hard, dan gaat de scheidsrechter fluiten, maar geeft er zelfs geen kaart voor en ook terecht. Want dit is part of volwassen voetbal. Hè. We zijn hier minivoetbal aan het spelen, dus contact is nu eenmaal inherent aan professioneel voetbal. Laatste vraag. Paul van Imst, ik heb wel wat voor dank van Anderlecht. Die zei van ja, het is misschien wel een keer, je dat ook van de eerste maand toch soms ook wel geluk gehad.
Dat gaat jullie misschien vorige week doen, met vestbare strafschop gedaan hebben, dan wel. Zou dat kunnen dat er iets keert ook daar? Dat je echt niet kunnen gaan af? In voetbal gebeurt dat al een keer, hè. Dan de zaken omkeren, dus dat kan. Ja. De ene heeft van meer geluk dan niet. Ik denk dat Michel Loisy in extra time ook gezegd heeft dat hij nog nooit zoveel ongeluk heeft meegemaakt als in de eerste maanden dit jaar. Alles zat tegen. Beslissingen, uitsluitingen, spelers die tegen elkaar lopen van achter, gemiste kansen. En dat dan plotseling ook is gaan keren. En als hij City dan een bal verliest, nu werd het niet meer afgestraft. Daar waar hij in het begin van het seizoen wel afgestraft werd. Dat zijn zaken die in het voetbal gebeuren. Hè. En dat is ook de reden eigenlijk waarom dat ik bij Gent vertrokken ben. Omdat ik voelde van oké, het zit allemaal tegen. Dus ik moet iets doen om het te doen keren. Want anders blijft het ongeluk misschien hier. En misschien ben ik wel oorzaak van het ongeluk. Dus, nu, ik ben naar Anderlecht gekomen. Heel veel geluk heb ik hier ook nog niet gehad, eerlijk gezegd. Dus ik heb het ongeluk een beetje meegebracht, misschien. Veel blessures, moeilijke overname in het midden van het seizoen. Geen transfers in januari. Maar oké, we zijn er allemaal doorgekomen. Ik heb ook gezien dat wij, sedert, denk ik, heeft dat iemand gerezen. We hebben er ook over gesproken, extra time. Dat Gent 50 punten heeft gepakt, sedert dat Yves daar is. Sedert dat ik hier ben, 43 en Brugge 46. Dus zoveel slechter dan Brugge hebben we het sedert die periode ook niet gedaan. Terwijl de Anderlecht al een heel jaar de shit over zich krijgt. En Brugge al heel jaar eigenlijk de lucht ingeprezen wordt. Terecht. Hè. Maar ik denk dat wij al heel veel dingen over ons hebben gekregen die niet stroken met de situatie waarin wij ons bevinden. En ja, kijk, wij gaan proberen van die play-offs goed af te werken. Kan dat in één keer keren, zondag? Dat weet je niet, dat weet je niet. Dat weet je niet. Paul van Imst is een mens met veel ervaring. Dus ik heb er ook al een beetje, maar niet zoveel als hij. Dus als hij zegt van ja, ik heb dat ook al meegemaakt, dat het plotseling gaat keren. En ja, dat klopt. Hè. Dat is vanuit zijn ervaring, ook vanuit mijn ervaring. Ik herinner mij, als ik bij Kortrijk was, het eerste jaar in eerste klasse starten we ongelooflijk. Als een raket, dan plakken we plotseling 3 op 33. En plotseling doen we weer een ongelooflijke reeks. Ik heb dat met Haarlembeek ook meegemaakt. Ik heb Frankie Durie dit jaar met Soto Waregem heel goed zien starten. En plotseling kon hem geen match meer winnen. 3 op 40, denk ik. En nu naar het einde toe waren ze dat plotseling weer terug. Dus ja, je ziet dat dingen zo kunnen keren. Wij hebben al altijd een vrij regelmatig seizoen doorgemaakt. Hè. Een keer 3 matchen winnen, dan een keer 2 verliezen, een keer een gelijk, weer winnen. Weer. Dus het is niet zo dat plotseling dat wij 5 weken niks gehaald hebben of dat we 5 weken op rij gewonnen hebben. Laten we hopen dat we er nu in die laatste 8 matchen toch nog 8 goede kunnen van maken. Hè. Dat is, en wat er dan gebeurt bij de anderen, dat heb je niet onder controle. Hè. Dat zal daar bepaald worden. Laatste vraag. Ik heb daar geen probleem mee. Ik heb altijd tegen mijn voorzitter gezegd van oké, geen probleem, maar oké, er staat er wel iets tegenover. Hè. Dus wat dat betreft, ja, als dat is om de spelers nog even toe te spreken, nog even te motiveren vanuit hun standpunt, dan heb ik daar totaal geen probleem mee. Dus, staat er wat tegenover nu? Ik weet het niet. Ik ben geen speler, hè, dus... Ja. Normaal had ik dat niet, maar hier wel. Mooi klein, val mee. Oké, dank u wel. Merci.